ben Hein Kuiper. Ik word in mei 63 jaar. Ik werk hier bij de McDonald's en ik ben medewerker buitendienst. Ik ruim alle rommel op die andere mensen achterlaten. Daarbij doe ik diverse kleine klusjes, onder andere wat snoeiwerk en wat er allemaal buiten eigenlijk een beetje gebeuren moet. Als ik hier zo 's morgens bezig ben, dan ben ik een uur of twee aan het werk. En dan heb ik het eigenlijk wel schoon. Ik heb voorheen bij het energiebedrijf in Eindhoven gewerkt. Dik 25 jaar. Daar heb ik 3 keer een auto-ongeluk gehad. En ik heb een chronische whiplash. Ik heb daar iedere dag nog wel last van. Iedere dag. En op een gegeven moment leer je daarmee omgaan. Maar daarom werk ik ook via de Nergon hier. Aangepast, eigen tempo. En als het even niet gaat, dan kan ik even rustig gaan zitten. Desnoods met een bakje koffie. Dat is allemaal geen probleem. Dit is wel een shit zo goed als je. Ik kan een behang meer plekken. Dat gebeurt gelukkig niet dagelijks. Ik ben hier in principe vrij man. Ik weet wat ik moet doen. Ik zorg dat alles picobello is. En als er iets niet goed is, dan spring ik naar een bas. Of de bas springt naar mij en dan wordt het opgelost. Een hele lange en die gaat hier klik op de paal. Ja. Dit hekje, dat wordt dan opnieuw aangeheeld. Ja, dat gaat door. Henk hoort bij het meubilair, zou je bijna zeggen. Hij is niet meer weg te denken. Hij is hier elke ochtend als eerste. Hij werkt helemaal zelfstandig, heeft sleutel van het hek, heeft sleutel van de ruimtes waar hij in moet zijn. En hij gaat gewoon lekker aan zijn werk. En hij is heel toegewijd. Dat moet ik zeggen, maar daar staan ergo mensen toch wel bekend om. De toewijding, dit is zijn job, zijn baan. En heel belangrijk voor ons. Directe wind, daar worden we dan niet goed van. Waait alles over het hele terrein in. Bij de jong bij je, van de rennen. Er is nog steeds niet genoeg respect voor mensen die bij de Nergon werken. En dat is helaas zo jammer. Mensen denken dat het minder waardig is. Ik denk dat het daarom komt. Maar dat is het niet. Want die mensen werken ooit harder als menig ander. Want schoevelen is toch hulsbouw werk. Hoe denk je het toch went of keert? Want geen mens doet het thuis geer. Dus dat is echt als dat. Maar ik hier allemaal tegenkom, dat is ooit niet te geloven. Ik heb ooit messen, van allerhande vuil, huisvuil, noem maar op. Dingen die mensen niet meer willen hebben, die flikken ze hierin. En dan kan ik opruimen. Ja, in het begin was het ontzettend frustrerend. Nou denk ik gewoon dat mensen niet goed bij zijn hoofd zijn. En dan laat ik ze, ik zeg het wel, soms lukt het dat ze het oprapen, maar meestal moet ik het toch zelf doen. Maar dan denk ik van jongens, ga nou eens. Mensen veranderen niet, willen niet veranderen. Een goede boete opzetten van €100. Aan mij geven.